Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen vandaag veel bewolking, sporadisch en enkele opklaring. En als we naar de satellietfoto kijken, dan zien we dat ook wel een beetje. Nederland in de witte cirkel met veel bewolking vanuit het noordoosten, soms een enkele opklaring en even wat zonneschijn, maar in het algemeen dus een tamelijk grijs beeld. En dat aan de flank van een hoge drukgebied wat vrij krachtig boven Scandinavië ligt. Dat blijft ook zo en die aanvoer van wolkenvelden blijft ook eigenlijk een beetje doorgaan. Wel wat meer opklaring in de loop van zaterdag en dan in de loop van zondag toch weer wat meer bewolking. Kans op neerslag is en blijft heel klein, maar om ons heen kan hier en daar toch wel een keertje wat licht gespetter ontstaan uit dat wolkendek. Voor vanavond hebben we temperaturen van een graad of 10. Vrij veel bewolking, sporadisch een opklaring en vrijwel overal is het droog. De wind waait matig uit het noordoosten, ook vannacht met temperaturen die dalen naar 7 tot 9 graden. Hier en daar een opklaring, meestal blijft het bewolkt. Morgen in de loop van de dag krijgen we wel wat meer ruimte voor de zon en ook dan geldt dat het op de meeste plaatsen droog is. Met 12 tot 15 graden en een wat afzwakkende wind is het eigenlijk een prima dag. Dan gaan we naar de zondag en dat levert vooral een koude nacht op met mogelijk vorst aan de grond. Eh, overdag, zondag meer bewolking en later ook wat licht gespetter, vooral in de noordelijke helft van het land. Temperaturen 12 tot 14 graden. En eigenlijk verandert er na het weekeinde heel weinig. De kans op neerslag is klein en als er wat valt zijn het zeer beperkte hoeveelheden. Er zijn wolkenvelden, soms schijnt de zon en smiddags is het een graad of 13. Ook op de langere termijn verandert daarin heel weinig. Steeds zo'n 13, 14 graden overdag. Het lijkt erop dat later in de week de nachten weer wat kouder worden en dat kan alleen als er wat meer ruimte komt voor opklaringen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.